vorige keer hebben wij op modernere fake shit gereageerd. Vandaag gaan we wel op fake shit reageren, maar ze erkennen dat het fake is, want het is namelijk een fictieserie. Haha! We kijken vandaag naar seizoen 1 van De Slet van 6 VWO. 6 VWO is 6 ISO, denk ik. Het jaar waar ik nu in zit. Besef, dit is een publieke omroep en ze hebben maar een kwaliteit van 480p. Zwaar teleurgesteld. Ik wou eigenlijk zo douchen. Deze guy, man. Als mijn vader binnenkomt, dan vermoordt hij me. En daarna jou. Oh, geskipt. Nice, goed gedaan. Nee. Maar dat is dan weer fucking kut. Dump die vent. Ga weg. Meen je dit? Eindelijk. Ik wil heel graag mezelf bedanken ten allereerste. Wat? Wij zijn sterke, onafhankelijke feministen met beschikking over ons eigen lijf en seksualiteit. Dat was zo fucking kut. If you want it, let's do it. Stel je ziet dit bij twee mensen op jouw school gebeuren. Wat denk je dan? Denk je van, oh, die zijn leuk bezig? Of denk je dan van, wat voor psychopaten zijn dat? Kijk, dat is zij, hè? Exposed. Laat je titel nog eens keer zien dan, hè? What the fuck? Dat was echt haram, man. Hoe gaat het met je moeder? Weet ze ondertussen al van wie die chlamydia is? En hoe weet zij dat? Hey, Rob Kardashian, lekker tof gedaan. Hey, bitch, what the fuck is er mis met jou? Oh nee, haar seksvideo is geleakt. Het is logisch om gierende hormonen te hebben, maar likes zijn leuk. Maar je privacy is ook heel belangrijk. No shit, Sherlock. Jij bent een aandachtshoer. Je wil dat ik dit ook word, maar zo ben ik niet. Oh! Wat, ze zit nu foto's van haarzelf te maken met een Polaroid-camera. Riptelefoon zou ik zeggen. Deze guy denkt van, what the fuck doe jij nu? Het zijn jongens. En die vinden dat interessant en die delen dat met vrienden. Ten eerste, die leerkracht of directrice of weet ik veel, fucking veel, generaliseert alle jongens als verdelers van naaktfoto's. Ik doe dat niet. Dus fuck you! Een fidget spinner, are you kidding me? Oh shit, haram. Zo. Dat is pas haram, what the fuck man. Die bitch van daarnet heeft nieuwe vriendinnen gefixt. Hak! Hoe doen we dat zonder dat hij dat ziet? Meneer, kunt u even helpen alstublieft? Oké, nu wordt het een of andere fucking James Bond-achtige missie of zo. Oké, deze serie hing van een dramaserie over sexting naar een of andere spy movie of zo. What the fuck, man. Jezus, Laura, hoe kon je nou zo makkelijk zijn? Je gedraagt als een... Als wat? Een slet? Ja! Yeah!